En ik wil even wat met je delen wat bijzonder waardevol voor je kan zijn. Het was vorig jaar ongeveer deze tijd. We waren in Bali, samen met Jeannette was ik in Bali, en ik constateerde dat ons resultaat achterbleef. Ons financiële resultaat heb ik het over. Dat bleef achter op wat ik eigenlijk prognoseerd had. Maar wat het erger was, ik was wel gewoon tussen de 60 en de 80 uur per week aan het werk. Dacht ik. Ik dacht dat ik tussen de 60 uur en de 80 uur per week aan het werk was. En dit is ook best wel pijnlijk om te delen, maar ik heb de laatste paar weken in één-op-één klantgesprek, heb ik de tip die ik ga delen in deze video. Die heb ik ook met die klanten gedeeld vanuit mijn eigen ervaring, en dat heeft heel veel voor die mensen veranderd, voor mijn klanten veranderd, net als dat het ook voor mij heeft veranderd. En dit is een video in de categorie in de pijler productiviteit. Het mag misschien inmiddels bekend zijn. Wij werken meerdere pijlers binnen Lifestyle of Business om van vakman door te groeien naar leider in je bedrijf en een 8,5 te scoren op ieder vlak. En vooral dat stropdas gedeelte van ons logo, van vakman naar leider doorgroeien in je bedrijf, bestaat uit zeven pijlers, uit zeven elementen. En ik heb al een paar video's hier opgenomen in de verschillende elementen. En dit is er een in de categorie in de pijler productiviteit. Want ons financiële resultaat, dat bleef achter op dat moment. Dat constateerde ik. Het was ook niet dat ik geen re-dee. Nee, want ik was wel tussen de 60 en 80 uur per week bezig. En daar bleek het probleem te zitten. Ik dacht oprecht en ik vertelde mezelf dat ik vooral kernacties deed. Dat ik vooral noodzakelijk vrijste acties deed om daar te komen waar we willen komen. Waar we wilden komen op dat moment. Maar dat bleek niet zo te zijn. Want als dat echt zo was, en dat is één verkapte tip in deze video. Als dat echt zo was... Dan was er ook wel resultaat. En dat was er te weinig. Wat ben ik nou gaan doen en wat is de kern en de tip van deze video? Ik ben mijn tijdbesteding gaan bijhouden. Ik ben mijn time gaan tracken. Heel simpel. Ik pakte gewoon een klapblok... en later zet ik dat in Excel. Ik ging gewoon eens bijhouden elk dingetje op de dag wat met werk te maken heeft ging ik opschrijven. Of ik een coachgesprek had van een uur en een kwartier schreef ik op coachgesprek uur en een kwartier. Als ik leads ging opvolgen dan in de categorie sales, bijvoorbeeld een half uur leads opvolgen. En weet je wat mooi is? Tussen gesprekken in en de koffie en het eten en weet ik het, dat schreef ik allemaal niet op. Want dat was niet werkgerelateerd. En ik ging dat een week doen. En ik deed het nog een week en nog een week. En van mijn klapblok zette ik het in Excel. En toen schrok ik. En toen schrok ik echt. Enerzijds omdat ik mezelf had voor zitten liegen. Ik had mezelf verteld dat ik zo 80 uur per week wel donders effectief, efficiënt aan het werk ben. Bleek gewoon helemaal niet zo te zijn. 40 uur max. 40 uur noodzakelijk vrijste acties. Dus gewoon de, de acties waarvan ik dacht dat die al het verschil maakten dat ik daar 80 uur mee bezig was. Bleek nog niet eens 40 uur te zijn. Dus ik ging dat vervolgens in percentages opdelen. En ik zou eerst vertellen, dat is ook een tip die eruit kan halen. Ik had vijf categorieën voor mezelf bepaald. Dus ik schreef al mijn acties op. Dus ik raad je aan om jou, voor jou dat ook om te doen. Ik heb zo ook nogal een tool voor je. Ik deed dat gewoon simpel met pen en papier en in Excel. Maar er zijn ook wel meer moderne tools hiervoor, laat ik het zo zeggen. Ik ging allemaal opschrijven. En ik ging dat allemaal onderverdelen in categorieën. Ik had een categorie marketing. Ik had categorie sales. Categorie persoonlijke ontwikkeling. En team. Marketing, sales, persoonlijke ontwikkeling. En ik had er nog één. Ik kan er even niet op komen. Ik had er vijf. Ik had vijf categorieën. En ik ging al die uren daarin wegzetten en daar kwamen percentages uit. En toen zag ik weken op rij, dat ik maar 10 tot 15% van mijn week, van de uren die ik dus aan het besteden was aan mijn business, die waren voor sales. 15%. En het resultaat bleef uit. Ja, no shit. Dat is nogal logisch. Ik besteedde toen op dat moment veel te weinig tijd aan sales, veel te veel tijd aan persoonlijke ontwikkeling en eigenlijk ook aan marketing. Voelde allemaal wel goed. Ik was wel bezig en het leek heel nuttig. En dat is gelijk het gevaar met oppervlakkige acties en niet noodzakelijk vrijste acties. Daarover in een andere video meer. Dus het leek alsof ik oprecht goed bezig was, totdat ik mezelf niet meer kon verschuilen. Omdat ik het dus zwart op wit had staan wat ik nou eigenlijk aan het doen was. De tip mogen duidelijk zijn in deze categorie productiviteit. Ik raad je aan om de komende tijd is je tijd te gaan tracken. Om alles bij te gaan houden wat je doet. En niet als je in een kwartier op de wc zit en je zit te scrollen op Instagram. Nee, dat, ja, dat kan je misschien track als verspeelde tijd. Maar dat is geen noodzakelijke vrijste actie. Echt de acties die jou bij punt B moeten brengen. En ga dat eens een paar weken bijhouden. En ga dat ook eens in percentages wegzetten. En dit klinkt allemaal heel ingewikkeld. Het is super simpel. Houd het ook zo simpel mogelijk. En ga dan eens kijken voor jezelf. Waar winst te behalen valt. Hoe, hoe het komt dat het misschien het resultaat achterblijft. Ik deed dat met pen en papier in Excel. Je hebt daar ook een tool voor en het heet Toggle. T-O-G-G-L. T -o -g -g -l. Ik heb het zelf heel even gebruikt, maar ik ben er niet zo fan van. Heel veel mensen zweren erbij. Dus maakt niet uit wat voor tool je gebruikt, maar ga je tijdens een tijdje bijhouden. Ga hem in categorieën wegzetten en kijk waar jij per direct winst kan behalen. Doe dat. Kom maar eens even terug. Wat hier het resultaat van is, vind ik leuk. Zie mij bij elkaar in de volgende video.